Ja, Tom, scoren als invaller is altijd lekker. Maar je was niet de enige invaller die scoorde vandaag. Nee, klopt. We hebben met z'n drieën inderdaad gescoord. Dus, hartstikke mooi. Wat is er tegen jou in de rust gezegd toen jij in de ploeg ging komen? Proberen ballen vast te houden. Niet te lang de bal zelf bijhouden, maar laten vallen en wegwezen. Voor de goal komen en eerst de paal zoeken. Ja, dan kom je voor die goal na een paar minuten al. En dan? Ja, ik wou hem door het net in jagen, denk ik. Ik moest gewoon rustig pakken. Ik was wat te wild. Maar uiteindelijk maak je dat natuurlijk meer dan goed door hem op een gegeven moment wel erin te schieten. Beschrijf die goal eens. Ik maak een loopactie in de diepte, denk ik. En hij komt iets achter mij. Dus dan beslis ik om hem met mijn hak mee te nemen. En ja, hij komt fantastisch, komt hij mee. En ik kom schuin 1-op-1 en ja, ik schiet hem wel lekker in het hoekje. Baalde je toen je hoorde dat je niet in de ploeg zou staan van de week? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedere speler wil voetballen. En ik ook. Ik wil ook in de basis staan. En ik werk gewoon iedere week hard. En ja, dat is wel jammer. Maar die kun je als invaller wel extra belangrijk zijn, want je beslist de wedstrijd. Ja, tuurlijk. Maar dit jaar is al vaker gebleken dat we gewoon een brede goede selectie hebben. En ja, dat we het met z'n allen moeten doen. En als ik er dan even niet in sta, dan moet ik niet mijn kopje laten hangen, maar gewoon blijven werken. En dat heb ik geprobeerd vandaag. Verdiende overwinning al met al? Ja, denk het wel. Gezien de tweede helft zeker. En nu door op weg naar die koppositie? We willen gewoon bovenin meespelen. En we gaan het van week tot week bekijken. En hopelijk op deze voet verder.